Alle kinderen in Zaanstad verdienen een vakantie. En er zijn best wel situaties waardoor kinderen niet op vakantie kunnen. En Humanitas die zorgt ervoor dat deze kinderen ook op vakantie kunnen. We hebben in de studio de gasten van Humanitas. Hallo. Hallo. Welkom. Nou, fijn dat jullie er zijn. Jij bent Suze Schoen. Ja. Jij bent coördinator. En jij bent Anne Bruins. Jij bent degene die de kinderen intake, de intake doet, hè, voor de kinderen. Vertel eens even, hoe is het zo ontstaan, dit initiatief van Humanitas? Oh, Humanitas verzorgt al jarenlang kindervakantieweken. Vroeger deed Amsterdam dat voor de hele regio. En was ik coördinator en hoefden wij alleen maar kinderen aan te leveren. Maar nu is het bestuur van Zaanstreek, Waad en Zaanstreek en Purmerend zijn samengevoegd. En nu voor het eerst organiseert Zaanstreek Waterland deze vakantieweek zelf. Ja. Dus wij hebben nu plaats voor 36 kinderen uit de hele regio Zaanstreek Waterland. Ja. Ja. 36 kinderen? Ja. En die gaan dan een week op vakantie, hè? Een week lang, van 7 augustus tot en met 14 augustus. Dan komen we weer terug. En wat gebeurt er in zo'n week? Oh, heb je even? Dat is zoveel, Anne. Ja. Hebben ze een programma of hebben ze ook al tijd dat ze even lekker op een mobiele telefoon kunnen spelen? Nee, mobiele telefoon, het is zo druk, die laten we thuis. Mobiele telefoons laten we thuis, want... Normaal zitten kinderen dag en nacht bijna op die mobiele telefoons. En we hebben het zo druk georganiseerd dat daar is geen tijd voor. Echt alle tijd voor de kinderen. Mm-hmm. En de kinderen zijn met elkaar bezig. Dus er veel sociaal gebeuren. Ja, maar omdat die telefoon dus niet mee mag, zijn de ouders best vaak wel ongerust. Omdat ze geen contact op kunnen nemen. En ja, dat is wel even het dingetje. De ouders moeten echt de kinderen uit handen geven. Ja. Nou, ze zijn echt in veilige handen. We organiseren ontzettend veel en er gaan heel veel begeleiders mee. Het is een heel druk programma. En om op die begeleiders terug te komen... De kinderen worden verdeeld in groepjes van 6. En op al die groepjes zitten 2 begeleiders. Dus er gaan 20 begeleiders mee en 2 hoofdbegeleiders. Dat zijn Maarten en Sjoerd. Ja. En ook nog een hele keukenploeg, hè Arne? Ja. Oh, lekker. Dus ze krijgen goed te eten. Ja, zeker. Lekkere snacks ook tussendoor. Ja, ja. En voor drinken wordt natuurlijk ook gezorgd. IJsjes. Ja. IJs, nou, wat leuk. En zo'n intake, hè? Hoe gaat dat eraan toe? Ja, het is eigenlijk ook om te kijken of een kind er zin in heeft natuurlijk. Ja. Want bij het gesprek is met de ouder plus het kind. Die kunnen dan ook nog allerlei vragen stellen over hoe het er aan toe gaat. Maar we moeten ook weten of een kind wel goed kan functioneren in een groep. Ja. Of hij niet voortdurend ruzie maakt of juist zo teruggetrokken is dat hij er niet bij gehaald kan worden. Dus daar vragen we naar. Vragen ook naar de gezondheidssituatie. Of die zo is dat een kind mee kan. Ja. Medicijngebruik is meestal geen probleem. Er wordt goed voor gezorgd, opgelet dat medicijnen ingenomen worden. Kijken ook, hebben kinderen een zwemdiploma? Ja, want er wordt ook gezwommen. Ja, er wordt ook het zwembad is afgehuurd voor alleen die groep. Ja. Dus er komen geen andere kinderen dan. Dus in geval van corona mogelijke besmettingen, dan is daar geen sprake van. Ja, veilig. Ja, het is helemaal veilig. Nou. Er wordt ook gekeken van hoe het zit met heimwee. Ja. Want de kinderen zijn toch een hele week weg van de ouders. Wat betreft jonge kinderen, wat is precies de leeftijd? 9, 10 en 11 jaar. Ja. Ja, die kunnen heimwee hebben. Ja, ja. Dat wordt gekeken van, nou, hoe ernstig is dat? Hebben ze al eens een keer gelogeerd ergens? Hoe ging dat? Suze, stel dat mensen nu denken van, mijn kind komt hiervoor in aanmerking, want ik heb geen mogelijkheid om mijn kind op vakantie te laten gaan en ik wil heel graag dat mijn kind op vakantie gaat en het kind wil het ook. Wat moeten ze dan doen? Nou, als er ouders zijn die denken van mijn kind komt daarvoor in aanmerking omdat de anders helemaal nooit op vakantie gaan, dan kunnen ze contact opnemen met mij. Dat is telefoonnummer 075-631-4125 of ze kunnen mailen naar kindervakantie. Weken, dat is de afkorting daarvan, kvw.zaanstreek@gmail.com. Ja, oké.
Dus dat is geweldig. En dan kunnen ze zich aanmelden. Dan komt er een intake om te kijken, is het werkelijk geschikt voor dit kind? Ja. En dan komen ze in aanmerking financieel gezien. Want het wordt volledig vergoed door jullie, hè, door Humanitas. Nou, er is wel een eigen. We vragen een eigen bijdrage van €65. Mochten ouders dat helemaal niet kunnen betalen, als ze een uitkering hebben, kan ik me voorstellen dat €65 een heel groot bedrag is. Dan kunnen we een beroep doen op leergeld. Dan gaat leergeld dat vergoeden. En, dus er is altijd een oplossing. Er is altijd een oplossing te vinden. We kunnen in termijnen betalen. Er is altijd wel een mogelijkheid om daar wat voor te vinden. En er zijn ook hele leuke verhalen vaak achteraf, hè, want het is niet de eerste keer dat jullie dit aanbieden. Want bij vorige keren, vorig jaar, heb jij bijvoorbeeld nog nagevraagd hoe de kinderen het gehad hebben. Je bent bij de kinderen thuis geweest. Ja. En die waren allemaal ontzettend enthousiast, hè? Zeker, ja. Vorig jaar hebben we niet gedaan. Dat was corona. Ja. Dat was alweer 2 jaar geleden, de laatste keer. Maar ik heb hele enthousiaste verhalen gehoord. Ja. Ja, dat is heel fijn. En dat kinderen echt zo ontzettend er ook opbloeien. Ja. Dat ze het zo heerlijk vinden, het sociale gebeuren met elkaar. Ja. En zelfs kinderen die best wel moeite hebben met contact, die komen dan ook helemaal tot hun recht en los. Dus het begint eigenlijk al bij het vertrekpunt, hè, waar de bus aankomt. En dan van tevoren worden de groepjes ingedeeld en dan zie je gewoon de kinderen zo langzamerhand bij een groepje komen. En dan zie je al heel snel dat er contact is. Ja. En dat ze ook gaan rondrennen en spelen Het is voor alle kinderen even eng natuurlijk, maar dat ze allemaal hetzelfde voelen, hebben ze meteen contact al bij de bus. Ja. En dan staan de ouders inderdaad al van, wat gebeurt er? Maar het is ook weer geruststellend voor de ouders, om te zien van, dat is heel belangrijk. Het gaat heel goed en ze zullen het leuk hebben. Ja. Dus... zijn er kinderen die nog op vakantie willen en dat niet kunnen vanwege hun huissituatie of financiële situatie? Meld deze kinderen dan aan, want ze hebben echt een fantastische week vanaf 7 augustus.